voordat de gemeente overging tot verstrekking van standaard vuilnisemmers, zag men dikwijls straten die op ergerlijke wijze verontreinigd werden door het gebruik van ondoelmatige vuilnisvaten. Door de invoer van standaard emmers is hierin een grote verbetering gekomen en wordt de hygiëne in de woning zowel als op straat in hoge mate bevorderd. Om dit systeem echter geheel tot zijn recht te doen komen, is de medewerking der huisvrouwen nodig. Onder meer hierin bestaande dat de emmer niet te vroeg ter lediging op straat gezet wordt. Dit toch kan aanleiding geven tot allerlei ongewenste toestanden. Plaats uw goed gesloten vuilnisemmer derhalve eerst dan op straat, wanneer de komst van de ophaalauto aangekondigd is. En stel uw gebundelde grove afval, zoals tuinafval en dergelijke, ter hand aan het personeel van de vuilnisophaaldienst. Wat doen wij voor u? Wij stellen u in het bezit van een moderne, goed sluitende vuilnisemmer. Deze wordt door een bijzondere constructie in de vuilnisauto geledigd zonder morsen, zonder stof. Wij bevorderen hiermede de hygiëne binnen- en buitenshuis. Zorgt gij er daarom voor dat deze emmers gebruikt worden zoals het behoort, goed gesloten zijn en niet overladen worden, waardoor de lediging bemoeilijkt wordt en somwijlen zelfs in het geheel niet kan geschieden. Wanneer gij ons hierin ter wille zijt, bevordert gij een vlotte uitvoering van onze taak, waarmede zowel uw als onze belangen gediend worden. Wanneer gij uw standaard vuilnisemmer ter lediging hebt aangeboden en deze door het personeel van de reinigingsdienst op het trottoir teruggebracht is, doch door u niet tijdig van de straat wordt verwijderd, dan is de kans groot dat de emmer beschadigd, ja zelfs geheel vernield wordt. Om dit te voorkomen, brengen men de vuilnisemmer na lediging zo spoedig mogelijk in de woning terug, doch niet dan nadat de emmer behoorlijk met water is schoongemaakt. Immers, Haagse huisvrouwen, gij die bekend staat om uw zindelijkheid, gij reinigt alles in uw woning. Waarom zoudt gij juist uw vuilnisemmer zo stiefmoederlijk behandelen? Zonder een goede uitvoering van de gemeentelijke reinigingsdienst is het uiteraard niet mogelijk de stad schoon te houden. Evenmin kan dit zonder medewerking van de burgerij. Uit zichzelf wordt de stad niet verontreinigd. Doch dit geschiedt voor een groot deel door handelingen van het publiek. In het midden latend of hierbij sprake is van onverschilligheid, gemakzucht of onachtzaamheid, een feit is het dat straatverontreiniging van velerlei aard herhaaldelijk voorkomt. Nog heeft onze stad de reputatie een van de schoonste en zindelijkste steden te zijn van Europa. Welnu, zorgt gij ervoor dat deze goede naam niet verloren gaat. Niettegenstaande door de gemeentelijke reinigingsdienst op alle hoofdwegen papierbakjes geplaatst zijn, in totaal niet minder dan ongeveer 1000 stuks, ziet men helaas nog dikwijls dat allerlei klein afval, zoals sigaren of sigarettendoosjes, papieren zakjes, vruchtenschillen en wat dies meer zij, uit onachtzaamheid op straat worden. Hierdoor wordt de straat onnodig verontreinigd en krijgt een onooglijk aanzien. Werpt dus geen afval op straat, doch gebruikt de papierbakjes. In onze mooie stad vindt men op vele plaatsen gelegenheid om zich een ogenblik te verpozen. Overal nodigen banken tot een zitje uit. Er wordt dan vaak wat gesnoept en de verpakking of het afval wordt in vele gevallen, uit onnadenkendheid, op de grond geworpen. Ook al is er een plantsoenkorf voor berging van afval in de nabijheid. Daardoor ontstaat op verschillende plaatsen een verontreiniging die we met ledenogen aanzien.
Dit behoeft niet het geval te zijn indien de korven die overal in plantsoenen en langs wandelpaden aangebracht zijn, gebruikt worden voor het bergen van afval. Zulks zal het stadsbeeld ongetwijfeld ten goede komen. Daarom zetten wij tot de burgerij het verzoek.